Ja, uh, we hebben uh, ontzettend veel vacatures. 2.200 vacatures, uh, met name ook uh, machinisten en, en hoofdconducteurs. maatregel van vandaag, kantoorpersoneel gaat als conducteur werken. Ja, we hebben uh, besloten om, om... Is dat uh, zo makkelijk? Nee, uh, maar we hebben besloten om de dienstregeling af te schalen... juist om de voorspelbaarheid te vergroten. Dat U zegt zo... al, we, hè? We, ja, 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 ik ben uh, vandaag ja, mijn uh, eerste dag. maar heeft nog besloten daarover? Uh, nee, uh, maar ik ben wel op de hoogte gehouden van, okay. van, van deze besluiten de afgelopen weken. Um, uh, maar we hebben besloten om af te schalen juist om de voorspelbaarheid te vergroten. Om te voorkomen dat treinen op het laatste moment uitvallen en mensen achterblijven op het perron. Zodat je zeker weet dat die niet rijdt? Nou, ja, dat is flauw. Nou ja, nee, maar, maar dat zegt u eigenlijk? Nee. Ja, oké. Okay, 13% van de treinen wordt afgeschaald zodat je zeker weet dat die niet rijdt. Zodat die andere 87%. Wel ja. op tijd kan, kan vertrekken. En we zijn ook uh, nu uh, in de operatie aan het bijschakelen: hè, dat het langere treinen uh, kunnen worden. En een onderdeel van die plannen is ook dat kantoorpersoneel, maar ook bijvoorbeeld mensen van een beveiligingsbedrijf, mee kunnen rijden met een hoofdconducteur zodat eh, die treinen wel kunnen blijven rijden, maar wel ook de sociale veiligheid op het spoor eh, intact blijft. Hè? Want ja. zeker s'avonds en s'nachts kan er best wel wat gebeuren op de treinen. Dan is het wel heel goed dat de collega's van de NS samen op de, op de trein zitten om incidenten aan te maken. Want op uh, het kantoor heeft u genoeg mensen? Nee, het zou ook niet zo zijn dat het kantoorpersoneel de hele week op de trein Dat is, dat is ook weer niet waar, hè? maar er zijn wel heel veel mensen die ofwel ervaring hebben met de trein... Uh, en, en doorgestroomd zijn naar, naar het hoofdkantoor. Ja. Of heel graag willen helpen uh, in het weekend of in, in de avonddienst. En dat om... kan gewoon. Mm. Heb je niet een, een cursus voor nodig? Ja, daar heb je wel een cursus voor nodig. Ja. Dus dat gaan we ook de komende maanden regelen. Uh, dus uh, we hopen dat vanaf januari dat we die, die mensen kunnen inzetten. Maar het zijn ook dus mensen van een beveiligingsbedrijf. Het zijn hmm. ook andere manieren om er maar voor te zorgen... dat ondanks dat we die grote tekorten hebben hmm. uh, door de krapte op de arbeidsmarkt... dat we wel die treinen kunnen laten En gaat laten u dat rijden. zelf ook doen? Ja, ik ga zelf ook de, de opleiding tot, tot Echt volgen. Ja. En dan gaat u ook... Uh... Op de trein, nou ja, niet machineren, maar ja, wel. Ja, uh, nou, Eigenlijk twee redenen. Hebben. Eén, ik wil ook gewoon, ze zei net al een beetje in de introductie: ik wil ook gewoon in de operatie. Ik wil ook gewoon zien wat de mensen van de NS dagelijks meemaken, waar ze tegen aanlopen. Ook om, om daarvan te leren. Ja. Ook die, ik heb heel vaak gehoord de afgelopen weken een soort gevoel van: wordt die naar ons geluisterd? Van het personeel. Van het personeel. Okay. En, en dat, dat vind ik een serieus signaal waar ik mee aan de slag ga.